De enorme droogte die gepaard gaat met een hittegolf bemoeilijkt landbouw in het Santo Boma-gebied. Dit stelde landbouwminister Pralat Seudin vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft aan dat de situatie vrij ernstig is en zich ook in andere gebieden begint te manifesteren. Het is vrij ernstig wat er nu gebeurt, wat we nu meemaken. Dat merkt iedereen, ook in de Paramaribo. En ik heb bijvoorbeeld de uitnodiging voor morgen in het Santo Boma-gebied van een groep boeren die aangeven van zoals het nu toe gaat. Totaal geen regen, maar de verdamping is ook zo groot dat alle die weilanden bijvoorbeeld verschroeid, alle gras is verschroeid, er is geen water om te irrigeren. Maar die loosleidingen zijn ook allemaal helemaal droog komen te liggen. En het is de bedoeling om dan met elkaar aan tafel te zitten en te kijken van wat moeten wij in deze doen. Climate change is een feit, dat weten we allemaal. Je ziet ook dat een internationale organisaties en instituten zich ook enorme zorgen maken over de voedselzekerheid. De minister vermeldde verder dat de Green Climate Fund garant zal staan voor de voedselvoorziening in Suriname. Hij stelt dat de overheid nu met plannen moet komen om de voedselvoorziening te gaan garanderen. Als het oplossingsmodel naar voren komt, dan zullen wij kijken van hoe we dat in uitvoering kunnen brengen. Niet alleen hier in de kustvlakte, maar ook in het binnenland. Want inderdaad kregen we ook berichten van dat de rivieren nu dreigen op te drogen. Zoals een paar maanden geleden. En dan heb je weer andere papanen dansen. Geen transport. Weet je, dat zijn allemaal zaken waarmee de overheid ook zit. De minister hoopt dat de natuur zaken herstelt.